Vanaf september 2024 hebben we iets nieuws in Kuik, namelijk het Marika-huis. We beginnen met een voorstelrondje. Jij bent... Ik ben Mathilde de Wolf, algemeen coördinator, Marika-huis van Kuik. En ik ben Angeline Peters, ik ben vrijwilliger hier bij het Marika-huis Land van Kuik. Ja. Nou, het Marika-huis. Vertel, wat is het Marika-huis? Nou, Marika-huis is een inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker. Dat kan zijn dat ze zelf kanker hebben gehad in het verleden of het nog hebben. Maar het kan ook zijn dat een partner of een heel dierbaar familielid ook kanker heeft of heeft gehad. Dus eigenlijk vrij breed, de hele context. Het is niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jeugd. In het verleden konden mensen wat meer terecht in de ziekenhuizen. En nadat ze de behandelingen hadden gehad, was daar vaak nog ruimte voor psychosociale ondersteuning. Nu, tegenwoordig, hebben mensen de behandeling gehad en dan vallen ze vaak in een gat. En de IPSO, de branche voor psychosociale ondersteuning Nederland, die heeft op diverse plekken inloopcentra gecreëerd, georganiseerd. Die steunen de centra daar ook in. En die zeggen van, creëer een plek waar mensen vrij naar binnen kunnen en waar ze ook... naast een luisterend oor, ook ter ontspanning en voor herstel weer activiteiten kunnen doen. Eigenlijk onder een soort van begeleiding, ter ondersteuning. Daarvoor zijn dan de vrijwilligers. Ja. Ja. Oké, okay. Psychosociale ondersteuning, dat klinkt best wel chic en zo van, nou, psychosociaal, heb ik dat wel nodig? Maar dat is niet jullie insteek, hè, van, om het heel duur en deftig te maken, maar het is eigenlijk van... Wij gooien de deur open en wij zijn er voor jullie? Zeker, ja. Mensen, de deur staat inderdaad letterlijk wagenwijd open. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, ook als ze op de markt zijn geweest. Hier staat altijd de koffie of de thee klaar. Ja, en wat we eigenlijk willen bieden is dat mensen met kanker, die geraakt zijn door kanker, dat ze gewoon een luisterend oor vinden hier en dat ze ook kunnen delen met lotgenoten wat hen het meest bezighoudt, dat ze met vragen terecht kunnen. Dus net wat je zegt, het klinkt heel chic, maar het is eigenlijk heel laagdrempelig. We gaan ook aan de slag met bepaalde thema's die we aankondigen en waar mensen dan vrij op binnen kunnen lopen en daar met elkaar over hebben. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan van, wat als je partner kanker heeft, wat gebeurt er dan met jou? Of hoe ga ik om met mijn omgeving als ik nog niet zo in mijn goede energie zit? Waar liggen mijn grenzen? Dus hoe ga ik om met voeding? Dat soort onderwerpen, daar kun je dan aan denken. En verder willen we de behoeften van de mensen graag peilen om te horen wat ze nog meer zouden willen in ons centrum. En de vrijwilligers, die begeleiden dan de activiteiten daarin. Door mijn opleiding als trainer en als coach ben ik ook in staat om groepen te begeleiden, bijvoorbeeld lotgenotengroepen. Ja. En de ervaring leert dat heel erg plezierig is als mensen bij elkaar zitten en dat ze herkenning zien en voelen en horen in hun eigen verhaal. Dus ik ben er voor de lotgenotengroepen, maar ik ben er ook voor het individuele gesprek. En ik ben er ook voor hand- en spandiensten. En zoals we het eigenlijk allemaal zijn. We hebben niet echt een vast profiel, maar we doen het met elkaar. Ik ben algemeen coördinator. Dat betekent dat ik eigenlijk faciliterend ben aan wat er allemaal nodig is. Faciliterend in de zin van wat voor netwerkcontacten zouden voor ons belangrijk kunnen zijn. Als we een nieuw aanbod willen en weten waar behoefte ligt, hoe kan ik dat dan faciliteren op een manier dat het ook werkt hier. Ik heb contacten met andere coördinatoren van de IPSO-huizen uit Nederland. Ik heb contact met Marika-huizen in Nijmegen, want daar zijn wij een zusje van, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik ben ook nog net wat breder bezig dan alleen hier, zal ik maar zeggen. Ja. Ik zet lijnen uit, probeer nieuwe... contacten te leggen met zorginstellingen hier, zodat we eigenlijk ook een mooie toestroom kunnen krijgen van oncologiepatiënten. En ik leg ook contacten met ziekenhuizen, zodat we eigenlijk ook van elkaar weten, mensen die psychosociaal ondersteund willen worden, dat ze eigenlijk gewoon hier naartoe kunnen. Dus wij kunnen verwijzen, maar we hopen ook dat andere zorginstellingen weer naar ons verwijzen. Ja. Nu zitten jullie in een prachtig pand hier, hè? Midden in Kuik, in de Molenstraat.
Het is natuurlijk even nog, het is niet alleen voor de Kuikse mensen, het is voor Land van Kuik. Ja, zeker. Maar absoluut. Jullie zitten in een heel mooi pand en dan ga ik toch even vragen, wie betaalt het allemaal? Nou, ja, weet je, eigenlijk zijn alle inloophuizen in heel Nederland afhankelijk van donaties en sponsoring. Er komt geen enkele vorm van inkomsten vanuit gemeentes, vanuit het Rijk, vanuit de provincie. Dus dat betekent, toen ze tegen ons zeiden, nou leuk, gaan jullie dat hier starten, dat we alle taken die er lagen, inclusief sponsoring en werving van sponsoren of donaties en een pand en alles, moesten we zelf gaan doen. Dus de voormalige coördinator, Jeanette Postumus, die is heel erg druk bezig geweest het eerste half jaar om alleen maar de mensen te plagen, om, zij noemden dat pitches, dan gingen ze 5 minuten een verhaal houden, om te kijken of mensen bereid waren om ons te sponsoren. Ja. En daar zijn de eerste gelden inderdaad vandaan gekomen. Zeker, hè? Ja. Ja. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van een stichting Vrienden van Mariekehuis, Land van Kuik. Daar zit bijvoorbeeld ook de Jeanette Postumus in. En zij zijn als het ware de bank van ons. Dus zij zijn op zoek naar structurele sponsoren, ja, die ons willen steunen. Het Mariekehuis Land van Kuik opent per september. En op zaterdag 31 augustus, dan is er een grote opening, hè? Nou, groot. Maar de opening is er dan. Mensen kunnen eventueel gewoon komen kijken, vast inlopen om te zien hoe het hier is. Zeker, ja. Iedereen is welkom. En de deur staat dan ook wagenwijd open. Dat is natuurlijk een welkomstwoordje door het bestuur. En alle vrijwilligers zijn aanwezig om met belangstellenden in gesprek te gaan. Ja. Hebben jullie ook een website of een adres waar mensen terecht kunnen als ze denken van nou, ik wil het ook iets meer van weten alvast? Ja, dat is www.mariekehuis.nl. En dat wij staan op dezelfde website als Mariekehuis Nijmegen, maar je kunt daar Land van Kuik aan klikken en dan zie je precies alles wat wij bieden. Het is misschien nog wel leuk om even aan te vullen dat, dat mensen, de gasten zoals we ze noemen, niet bang hoeven te zijn of het idee hoeven te hebben dat als ze hier binnenkomen, dat het altijd gepraat moet worden over hun ziekte of over het leed. Of dat het altijd zwaar is. Ja. Want in de gezondheidszorg hebben ze sinds 2012 ongeveer, zijn ze ook anders aan gaan kijken tegen ziekte. Het gaat niet meer over hoe ziek je bent en wat voor beperkingen je hebt en wat je niet meer kunt. Maar veel meer wordt er gekeken naar kwaliteit en betekenisvol leven voor de mens. Dus waar zit jouw eigen regie? Waar zit jouw veerkracht? Wat is voor jou belangrijk? En dat is eigenlijk binnen de hele gezondheidszorg al een beetje. Dus zo gaan wij ook met mensen in gesprek. En zo willen wij ook mensen daar waar nodig ondersteunen. Om erachter te komen van wat is voor jou belangrijk? En waar zit jouw veerkracht? En wat wil jij nu je met je andere ik hier bent voor jouw verdere leven? En dus vanuit die vraagstelling kijken we naar mensen. En niet voortdurend om het leed wat er toch wel is en wat vaak toch wel bekend is, om dat iedere keer te benadrukken. En ik denk, ja, dat is een hele mooie en fijne insteek, ook voor ja, ons. Zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Een positieve insteek. Ja, ja, ze noemen dat ook positieve gezondheid. Ja, ook al is het soms heel, hè, heel tragisch, maar toch kan daar weer iets positiefs uitgehaald worden. En, dank jullie wel. Heel veel succes. Ik hoop dat het hier storm loopt met mensen die jullie een warm plekje kunnen geven. Ja, ja, dat zou heel fijn zijn. Ja, dat zou zeker heel fijn zijn. We hopen dat mensen ons weten te vinden en dat ze met ons allemaal de drempel overgaan. Ja, zeker. Ja. Dankjewel.